De voormalig Nijmeegse wethouder Henk Beerte is voor de tweede keer op rij niet gekozen als landelijke partijvoorzitter van D66. Annemarie Spierings was met 47,5% van de stemmen het populairst. De Nijmeegse Beerte had zich in 2015 ook al verkiesbaar gesteld. Toen werd hij ook niet gekozen. En deze verkiezingen deed hij opnieuw mee, maar met 25,8% van de stemmen kwam hij de eerste telronde al niet door. In de tweede telronde kon alleen op de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde gestemd worden.